Maar zo is het wel natuurlijk. Zo is het absoluut. Zo is het. Even kijken, daarmee is het 9 over 6 geworden. En kan ik je bij deze officieel van harte welkom heten bij de eerste editie van de nieuwe 538 ochtendshow. Maandag 5 juni 2023. Het staat hier ook. Ik zie dat we een hele nieuwe opmaak van onze redactie ook hebben. Met... Nou, het ruikt ook een beetje alsof je een nieuwe auto hebt gekocht. Zo, ja, dat je denkt van... Oh. Het is allemaal een beetje... Het is misschien een beetje onwennig nog, maar het is wel... Nou ja, het voelt wel goed allemaal, hoe moet ik zeggen. Het voelt uitstekend. En jullie zijn er ook gezellig. Ik zie Niels, ik zie Riek, ik zie Florentien. Moeten wij ons even voor de 538 luisteraars dat we ons even introduceren ook? Is dat misschien een idee dat we ons voorstellen? Of is dat... Oh, je wil... Nee, joh. Een voorstel, man, dat is, dat gaat gaandeweg wel, man. Ja, met hobby's. Voelt misschien een beetje gek. Ja, nou doen we dat niet. Dat is meer van, weet je, bel dan in en stel ons een vraag. Dan stel ik dat voor. Ja, van, dat wil je iets van ons weten? Nou, vraag het dan gewoon. Dan delen we dat met je. Maar ik ga niet over mezelf vertellen van... Nee. Ik ben 47 jaar... Iets te zwaar. Nou ja, iets. Nou ja, het is al wel te zwaar. Is wel een mooie introductie, toch? Nee, ja, dit komt gaandeweg de show. Dan leren we sommige leeftijden moeten we ook misschien niet communiceren. Nee, dat, ik ben Rick, ik ben 60 jaar. Veel te zwaar. Nou, Florentien, als jij nou ook nog even aansluit. Ik ben Florentien, ik ben nog geen 60 jaar, gelukkig. Nee, wij zijn, als het goed is, je nieuwe vrienden in de ochtend. Dit is de 538 ochtendshow voor de maandag dus, zoals ik al zei. En een beschonken automobilist is afgelopen nacht in de Action in Eindhoven binnengereden. De politie werd al gewaarschuwd door een soort inbraakalarm. Agenten waren snel aanwezig, gelukkig, evenals de brandweer en een ambulance. De bestuurder van de auto, die raakte gewond, had iets te veel gedronken. En de schade loopt in de tientallen euro's. Deze. De Doobies en What a Fool Believes bij 35. Ja, bijna een euro in de pot. Jij dacht oude muziek. Oude troep. Dat moet, nee, dat die is, mensen schrikken zich de kleren in de auto, man. Ja, dat is even wennen voor sommige 538 luisteraars. Maar wat doen wij als jij het verkeerde station doet? Wat doen we? We moeten iets tegenover stellen. Ja, ik denk gewoon een extra ronde van begin de dag met een mooi bedrag. Vind ik een goed idee. Ja, zullen we dat doen? Dus op het moment dat jij een keer Veronica zegt... Wat maar dat je, dan hoef je in principe alleen maar een beller... dat we een slinger aan het rad geven. Het is natuurlijk heel raar dat een beller dan nog moet raden. Nee, dan geven we een slinger aan het rad. En dan eerst die belt, die krijgt bedrag. Die krijgt dat geldbedrag. Dus ik ga echt mijn best doen om het niet te zeggen. Nou, het mooie is, je gaat ook het eigen zak betalen. Goedendag, wij gaan zo meteen een minuut lang, gaan wij, of eigenlijk vanaf dit moment zo'n beetje, gaan we de lijn openen. Als de klok loopt. Dat is een beetje de uitsmijter van de show vandaag. Geven we iedereen die we in de uitzending halen, geven we 50 euro. Hoppatee. Nou, dat is snel verdiend, superleuk. Toch? Superleuk. Hoef je weinig voor te doen. Ik verdien het hier niet. 0909-3000-538 is ons telefoonnummer. Tellen jullie af, dan gaan we een minuut lang de lijn openen. We willen wel even je naam horen. Ja, even je naam en ja, dat is eigenlijk meer dan voldoende, toch? Ja. En je rekeningnummer. Ja. NL... 95. Eentje nog? Eentje nog. Eentje nog, kan wel toch? 538, goedemorgen. Ja, goedemorgen, met Margret. Margret, je wint 50 euro. Hartstikke fijn. Ja, een minuut is voorbij, dus... Ja, eigenlijk was deze al een beetje buiten de minuut, maar goed. Ja, joh. Zo, het gaat snel. Daar zijn we dan ook alweer. Maar wel leuk om op deze manier even onze luisteraars, onze nieuwe luisteraars, te trakteren, toch? Omkopen die handel. Een mooie dag vandaag. Wij zijn er door voor wat betreft deze ochtendshow. Voor vanochtend dan. Morgen een nieuwe kans. Nou ja, dat gaan we zo horen. Ja, dat...